Oh my god, ik dacht dat dit zo'n makkelijke challenge zou zijn. Kijk, dit is de kleur. Heb ik nog een paar hele belangrijke dingen om uit te zoeken. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een challenge. Vandaag eet ik de hele dag alleen maar groenten. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat eraan toe gaat. En ik heb daar eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht. Normaal gesproken denk ik daar nog even over na, zeg maar de dag daarvoor of ik wel eten in huis heb. Dat heb ik nu niet gedaan, maar ik denk dat ik altijd wel iets van groente in huis heb. Dus we gaan naar de koelkast lopen en even kijken wat mijn ontbijt gaat worden. Maar ik hou mijn hart vast dat dat niet zo heel veel gaat zijn. Oké, wij gaan even kijken. Ik heb in ieder geval veel tomaten. Ik ben gek op tomaten. Ik heb hier nog avocado. Dat zou ook nog kunnen. Is toch ook groente. En dan heb ik 2 halve komkommers. En qua groente is dat het. Oh, dat is niet heel veel. Nou, daar is dan mijn komkommer, tomaat en avocado ontbijt. Natuurlijk met een kop thee, want dat hoort een ontbijtje. Maar ik weet niet hoe lekker dit is samen. Ik maak me op zich niet zo heel veel zorgen over vandaag, want ik vind groenten heel erg lekker. Alleen, ik wil dus niet alleen maar salades eten natuurlijk. Dat vind ik echt een beetje stom en saai en daar heb ik ook gewoon geen zin in. En ik maak me een heel klein beetje zorgen over avondeten. Want op zich, lekker veel groente eten s'avonds is op zich wel chill. Maar je wil ook iets anders eten. En ik weet niet hoe blij Alex zou zijn met alleen maar een groentemaaltijd. Dus ik moet zo meteen sowieso nog wel even naar de winkel om boodschappen te doen. Want ik kan het natuurlijk ook niet volhouden vandaag op komkommer en tomaat. Maar voor het ontbijtje vind ik dit best wel lekker eruit zien. Dus dit ga ik even opeten. En dan ga ik zo meteen klaarmaken. En dan ga ik even naar de winkel toe. Want ik heb wel echt meer eten nodig hier in huis. Oké jongens, het is snack time. Ik heb weer een beetje komkommer en tomaten. Want ik had nog een halve komkommer en nog wat tomaten. Ik moet eigenlijk nog even mijn haar doen. En ik moet echt boodschappen doen. Want er is wel eten in huis, maar er is gewoon echt geen groente meer. Dit is echt het allerlaatste wat ik nog heb. Oh, ik heb zo geen zin om boodschappen te doen. Maar ik ga het wel echt doen. En ik heb al wel een aantal ideeën voor het avond. Van het eten, maar ik ga ook nog eventjes kijken of ik misschien groentesnacks kan vinden of zo. Want ik wil vandaag een serie kijken, want 13 Reasons Why staat er nu op. Al een tijdje volgens mij. Maar die wil ik gewoon vanavond gaan kijken. En daar horen er natuurlijk wat snacks bij. Alleen ik moet eigenlijk ook eerst even een fotootje maken voordat ik naar de winkel ga. Dus het is allemaal moeilijk. En ik weet niet wat ik kan doen. Misschien als ik dit opgegeten heb dat mijn ergste honger gestild is. Zo, dat was een trail. En dat ik dan nog die foto kan maken. En dat ik dan even boodschappen ga doen of zo. Geen idee. Oké, de foto die ik wil maken is gemaakt in letterlijk 1 foto. Ik maakte een testfoto en ik dacht, dit is hem. Niks meer aan doen. Helemaal mooi, helemaal goed. Ik ga het gebruiken. En ik moet nu echt naar de winkel. Het is letterlijk al 2:30 en ik heb nog maar komkommers en tomaten gegeten. En dat is echt te weinig. Ik voel het aan alles. Ik moet gewoon eten. Dus ik ga zo naar de winkel. Maar voordat ik naar de winkel ga, heb ik nog een paar hele belangrijke dingen om uit te zoeken. Ik heb hier mijn laptop. En de vraag is, zoete aardappel groente? Want ik weet het niet. Valt het onder groente? Valt het onder aardappel? Maar is aardappel dan geen groente? Dat zijn gewoon heftige vragen vandaag voor mij. Want ik vraag het me gewoon af. Ik moet het gewoon weten. Oh, ik weet niet wat het is met onze wifi laatste tijd. Maar dat gaat echt niet goed. Ik zei tegen Alex dus dat ik groentechallenge doe. En hij zegt, valt mais ook onder groente? Dus ik zeg, ja, vind ik wel, toch? Mais is toch groente? Maar ik zal zo meteen even googlen. Als mijn wifi het eindelijk doet, dan zegt hij, oh, popcorn mag dus ook. Omdat het van mais gemaakt wordt, snap je? Maar popcorn kan niet. Popcorn is toch geen groente? Echt, oh, deze logica van mannen. Oh my god, ik heb het gegoogeld. En weet je wat hier staat? Hier staat gewoon, de bataat is groente. De bataat is zoete aardappel. In tegenstelling tot de gewone aardappel. Maar wat is dan de gewone aardappel? Hoezo is een aardappel geen groente? Wat is het dan? Valt mais onder groente? Of is dat misschien iets anders, weet ik veel. Oh, mais is een graansoort, maar wordt vaak gegeten als groente. Dus mais is helemaal geen groente.
Oké, weet ik dat ook weer. Ik ga naar de winkel en ik moet zeggen, ik heb er heel veel zin in, want ik wil gewoon eten. Ik heb honger op dit moment en eindelijk heb ik tijd om naar de winkel te gaan, dus ik ga. Ze hebben dus alleen de paarse zoete aardappel. Alleen ik wil de oranje, dus ik heb deze ook nooit geproefd. Geen idee of het lekker is. Ik zit echt wel 20 rondjes te draaien en mijn keuze is ook aardig beperkt vandaag. Ik zou dan ook als rijst, bloemkoolrijst of broccoli rijst kunnen doen, maar heb ook geen zin in. En ineens ben ik helemaal bij een verkeerde afdeling beland, jongens. Hier heb ik echt niks te zoeken. Oké, ik ben thuis van boodschappen doen. Oh my god, jongens. Ik dacht, het wordt echt een makkie in de supermarkt, maar ik vond het heel erg moeilijk. Ik liep 20.000 rondjes om de groenteschap heen en ik dacht, ik heb letterlijk nergens zin in. Ik heb nergens zin in. Echt, oh my god, ik dacht dat dit zo'n makkelijke challenge zou zijn, maar het is op zich ook niet moeilijk als ik gewoon zou vreten wat ik zag. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil ook dat het lekker wordt. Als allereerste, ik heb natuurlijk niet alleen dingen voor mezelf gekocht. Dus deze is helaas niet voor mij, maar voor Alex. Ja, verschil moet er wezen vandaag. Maar wat wel voor mij is, zijn deze wortels. Yay! Ik heb ook nog sla gekocht voor avondeten. Oh, je hoort de wasmachine echt vet hard. Anyways, negeer die maar. En ik heb snoeppaprika's. Kijk, dit vind ik nou oprecht lekker. Dan heb ik voor avondeten een groenteburger. Jawel. Ik dacht, ik doe gewoon een beetje slim. En ik ga gewoon een groenteburger kopen. Dat is echt super lekker. En gemaakt van groenten. En dan hebben we nog een komkommer. Alsof ik dat nog niet genoeg heb gegeten vandaag. En hetzelfde geldt voor tomaten. Dan heb ik nog een broccoli. Ik wilde natuurlijk zoete aardappel kopen vandaag. Die was er niet. Tenminste, de paarse wel. Maar ik weet niet of dat lekker is. Dus ik dacht, ik neem broccoli in plaats van aardappel. Wat ik wel echt heel erg leuk ga vinden, waarschijnlijk, en lekker, is dit. Ik heb hier groenteschips. Ben ik wel heel benieuwd naar. Maar de groenteschips die ik al wel eens heb geproefd, was echt niet lekker. En ik weet niet of dat deze was, ja of nee. Oké, dan heb ik dus nog een klein zakje chips. En ik heb er nu even beter naar gekeken. En dit is eigenlijk geen groenteschips. Maar ik zag in de winkel dus rode biet. En ik dacht, oh, meenemen. Maar nu lees ik dus dat dit tarwe, aardappel en bietensnack is. Met zoete chili smaak. Dus het is niet echt groente. Maar ik heb zoiets van, ik heb dit nou al in huis. Dus ik wil het even proeven in ieder geval. Zo, heftige geur komt er vandaan. Ik was namelijk wel echt benieuwd, want het ziet er echt wel cool uit. Dus, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Kijk, dit is de kleur. Dus dit zou echt fantastisch zijn voor een rode eet-challenge video idee. Maar goed, zo ziet het eruit. Ik wou net zeggen, het smaakt totaal niet naar rode biet. Maar de nasmaak heeft iets een heel klein beetje ver, ver weg iets van rode biet. Maar bijna niet. Ik vind het ook echt niet lekker. Lees heeft wel meer van die oven-baked chips. En heel veel daarvan zijn echt lekker. Maar deze zou ik echt overslaan. Ik ben echt zelfs een rode biet liefhebber. Maar dit is echt niet lekker. Nog één hapje om het echt zeker te weten. Nee. Oh, nee. Maar wat ik dus echt het allermoeilijkste vond, was iets bedenken voor de lunch. Dus ik kwam niet verder dan tomatensoep. Ik kon natuurlijk ook groentesoep nemen. Maar groentesoep, ja, de meeste groentesoep, daar zitten ook iets van balletjes in en vermicelli. En dat wou ik gewoon echt niet. En dit is wel echt groente. Oh, ik heb zo'n honger. Ik heb echt zin om te vreten gewoon. Ja, bij het woord vreten denk ik toch echt aan iets anders dan tomatensoep. Maar goed, dit is waar we het mee moeten doen vandaag. Dus ik ga hem even proeven. Ik heb hem trouwens al vaker gegeten. Eén keer eerder of zo. En toen vond ik hem volgens mij wel lekker. Geen idee meer. Ik heb hem net even opgewarmd. Wow, het is echt warm geworden. Het is best wel lekker hoor, deze soep. Dus dit ga ik even rustig opeten. En dan zie ik wel even of ik nog meer ga eten. Nou, ik moet zeggen, ik heb gedurende de dag nog best wel veel honger gehad. Dus ik zat even al wat wortels te snacken. En zo straks rook ik ook nog dat mijn buren iets aan het koken waren. Wat heel erg naar pizza rook. Maar toen dacht ik, oh ja,
Ik had ook de groentepizza kunnen kopen. En die heb ik eigenlijk nog steeds niet geprobeerd. Dat is echt al zo lang op de markt. En zo lang zeg ik al dat ik dat wil proeven. En vandaag was echt de perfecte dag om dat te proeven. Maar daar heb ik dus helemaal niet aan gedacht. Maar goed, we gaan zo meteen koken voor het avondeten. Nou, mijn broccoli gaat zo meteen de oven in. Dit is gewoon broccoli met olijfolie en een beetje zout. Ik doe het in de oven met, weet ik veel, 190 graden voor 10 minuten of een kwartiertje. Onze oven is niet zo sterk, dus bij ons moet hij er wat langer in. We gaan trouwens deze groenteburger eten, gewoon van Albert Heijn eigen merk. Deze hebben we vaak gegeten, toch? Weet ik niet. Volgens mij wel. Volgens mij is deze best wel lekker. En dit is mijn bordje met sla, broccoli en een groenteburger. Eet smakelijk! Ondertussen gaan we trouwens eerste aflevering van seizoen 3 van 13 Reasons. Oh, niet. Grapje, Handmaid's Tale staat. Ik dacht dat we de eerste aflevering van dingen gingen kijken. Nee, dat doen we hierna wel. Oké, doen we daarna wel met onze hapjes, mijn groentehapjes. Maar we zijn ook Handmaid's Tale aan het kijken en we zijn nu bij seizoen 2 aflevering 5. En het is ook spannend en ook een leuke serie, dus dat gaan we kijken nu. Ik ga even een beetje filmen als ik, dat ik aan het eten ben. Ja, want dat willen mensen zien. Ja, zo! Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ga chips eten. De groentechips natuurlijk, die ga ik even proeven. Ik hoop dat ze een beetje lekker zijn. Wil je ook chips? Nee, nog niet. Alex wil geen chips. Nou, ik wel. En ik moet zeggen, ik heb de hele dag alleen maar zin in zoete dingen. Dus ja, in de groente zit natuurlijk niet zo heel veel suiker. Dus mijn sugar cravings die zijn aan het opkomen. Maar goed, ik ga mijn chips even proeven. Even kijken, wat zit er allemaal in? Niet zoveel zoals jullie kunnen zien. Dit is chips van rode biet, wortel, pastinaak. Oh, dat vind ik zo smerig. En zoete aardappel. Ik ben eigenlijk het meest benieuwd naar zoete aardappel. En ik denk dat dit zoete aardappel is. Ja, dat is zoete aardappel, maar het is niet dat ik denk van wow, lekker. Wat je normaal gesproken met chips wel hebt. En dit zal dan wel rode biet zijn. Wow, dit smaakt ook echt naar rode biet. Ik zou liever gewoon normaal chips willen eten. Maar goed, dat kan vandaag niet. Want ik heb geleerd dat aardappel geen groente is. Dit is zoete aardappel. Wacht, ik wil even een andere proeven. Dit. Wat zou dit zijn? Is dit pastinaak? Ik heb geen idee. Nee, toch? Pastinaak is iets toch... Nee, geen idee. Ik krijg hier denk ik niet zo'n lekker verzadigd gevoel van... Als wanneer je lekker chippy aan het eten bent. Wil jij proeven? Nee, dank je. Echt wel? Enthousiast jij hierover praat. Jij wil echt wel een beetje... rode biet chip proeven. Jezus. Nou jongens, dit is toch niet echt een succes. En mocht je nou denken van, oh, is dit dan stukken gezonder dan gewone chips? Nou, ik heb hier wel eens een soort artikel over gelezen ofzo, dat dat dus niet het geval is. En als je dus naar de dinges kijkt, naar de ingrediëntenlijst, of nee, ik bedoel voedingswaarde. Dan heb je dus per 100 gram 465 calorieën. En dat heb je volgens mij met normaal chips ook al gauw, zeg maar naturel chips waarschijnlijk. Dus het is niet zo dat dit echt een gezondere keuze is. En het is ook eens stukken minder lekker. Dus ik zou lekker gewoon voor aardappelchips gaan. Ik dacht ik ga heel heftig snacken vanavond. Maar dit is echt alles wat ik kon vinden nog. En ik merk echt dat ik deze groente eet challenge niet zo leuk vind als dat ik had verwacht misschien. Ik maak me op zich niet zo heel veel zorgen over vandaag. Want ik vind groente heel erg lekker. Want één. Het enige waar ik aan kan denken is een lekkere stuk chocola en ik zat echt zo te bedenken van misschien moet ik gewoon 24 uur chocola eten de volgende keer. Dat lijkt me echt lekker. Waarom schud je nee? Ben je één grote lopende puist. Wat? Één grote lopende puist? Als je 24 uur alleen chocola eten, ben je één grote... Dat is zo'n fabeltje, schat, dat je pukkels van chocola krijgt. Nou, ik geloof in fabeltjes. Oké, nou, gelukkig. Ik bedoel, succes daarmee. Ik zit er echt aan te denken, want er is toch ook zo'n chocola pizza? En die heb ik nog niet geproefd hoor. Jij wel?
Nee. Precies, dus die zou ik best wel willen proeven. Dan, ja, en die vent die gaat zo lekker een stokbroodje met kruidenboter eten uit de oven. En ik ga paprika, wortels en tomaten eten. Ik had niet verwacht dat ik zoveel trek zou hebben in suiker vandaag. Dat is het, denk ik. Jij wel? Nee, ik niet. Want ik had heel erg het gevoel dat het heel erg meevalt met hoe zoet ik eet. Maar ik eet best wel wat fruit op een dag. 2 stuks, soms wel 3 stuks. En dat zit natuurlijk ook met suikers. En in mijn ontbijtgranen heb ik stukjes chocola. Dus misschien dat ik toch nog onbewust zoeter eet dan dat ik verwacht. Maar nu op zo'n dag met alleen maar groenten valt het ineens heel erg op. Maar goed. Dat waren mijn gedachten over vandaag. Nou, we hebben de eerste aflevering gekeken van 13 Reasons Why. En oh mijn god, het is al trouwens. We hebben hem een half uurtje geleden of zo gekeken. En ik zat net op de bank en ik val echt bijna in slaap. Ik ben zo moe. Maar ik vond het echt een spannende aflevering. Tenminste, een spannende aflevering. Ik vind het wel leuk. Ik vind het sowieso een leuke serie. Goed in elkaar gezet. Dus ik ben wel benieuwd naar de rest. En zo komen we ook aan het einde van de dag. En aan het einde van mijn eetchallenge. Ik zou het denk ik niet snel weer doen. Plus ik had best wel veel honger gedurende de dag. Wat achteraf gezien best wel logisch is natuurlijk. Want er zitten wel wat koolhydraten en zo in. Maar best wel weinig. Heel weinig eiwitten ook. En eiwitten zorgen natuurlijk ook voor een voller gevoel. En dat heb ik vandaag echt een beetje gemist. Ik zou veel liever nu gewoon direct morgen 24 uur alleen maar chocola eten. Maar dat ga ik ook maar beter niet doen. Maar misschien hebben jullie nog leuke suggesties wat ik 24 uur lang alleen maar zou kunnen eten. Laat me weten in ieder geval bij de reacties als jullie nog leuke ideeën hebben. En voor nu ga ik de video afsluiten. Ik wil jullie langzaam bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!